Met de nieuwste versie van Lightroom heb je tegenwoordig ook super resolutie tot je beschikking. Voorheen was dat voorbehouden aan Photoshop. Klik hierboven even op de link als je dat filmpje wil zien. Maar tegenwoordig zit het dus ook in Lightroom en wel in Lightroom Classic versie 10.3. Hoe kun je controleren of je 10.3 hebt? Je klikt hierboven op Help, dan heb je daar systeeminfo staan en daar staat dan welke versie je hebt. Heb je een lagere versie? Ga je even terug naar Help en klik je daar op Updates. Ik ga deze foto dus vergroten. Ik druk een keer op de i en dan krijg ik wat informatie over deze foto. En je ziet hierboven dat hij 8600 pixels breed is en 5700 pixels hoog, iets meer. Dat kunnen we verdubbelen. Ik wil de foto echter niet rechthoekig houden, maar ik wil hem vierkant gaan maken. Dus ik snij hem eerst even uit. En je ziet als ik hem uitsnij, wordt het 53,500 pixels in het vierkant. Nou, en dat is wel grappig. En ik wil hem zwart-wit. Met deze foto ga ik dus aan de slag. Zoom ik in tot op het gezicht, dan zie je dat hij op zich al gewoon goed scherp is. Dat is wel belangrijk. Een onscherpe foto vergroten, dan vergroot je ook die onscherpte mee uit. En dat is niet de bedoeling. Hoe ga ik hem nu in resolutie verdubbelen? Ik klik er gewoon eenvoudig met rechts op en dan heb je daar staan verbeteren. En dat is de functie die je moet hebben. Verbeteren kent twee opties: RAW Details en Super Resolutie. En we moeten dus Super Resolutie hebben. Als je dat aanvinkt, dan is Super Resolutie de enige optie. RAW Details is geen optie meer. Het wordt ook automatisch toegepast en het zorgt ervoor dat je foto iets scherper wordt. In de linkerhelft wordt een voorvertoning gegenereerd. En afhankelijk van hoe groot je foto is, kan dat even duren. Maar op een gegeven moment is hij klaar en zie je het resultaat daarvan. Nou, ik zou graag de ogen willen zien. Ik zou met het handje helemaal naar boven kunnen gaan scrollen. Maar dat gaat een eeuwigheid duren. Dus ik hou de alt-toets even ingedrukt en klik daaronder op het minnetje. Dan wordt de foto beeldvullend en ik klik gewoon één keer tussen de ogen om te zien wat het wordt. En dan ben ik een stuk dichterbij. Ga je nu boven je afbeelding staan en houd je de muisknop ingedrukt, dan zie je wat eigenlijk de verdubbeling van de resolutie inhoudt zonder dat Lightroom hem zelf verbetert. En laat je hem los, dan wordt die verbetering toegepast en dit zal dadelijk het resultaat gaan worden. Daar heb je op zich weinig invloed op en daarom moet je dus gewoon met een scherp origineel beginnen. De resolutie verdubbelt. En hoe die verdubbelt, dat ligt helemaal aan het algoritme van Lightroom. Dus je hebt daar geen opties in. Uiteindelijk druk ik nu op verbeteren, dan zal Lightroom daar 20 seconden ongeveer mee bezig zijn. Dat berekent hij ook zelf, geeft je een indicatie misschien dat daar bij jou minuten kan komen te staan met hele grote foto's en een relatief langzame computer loopt die tijd natuurlijk op. Heb je kleinere foto's en een hele snelle computer, dan zal het beter gaan. En de enige optie die je eigenlijk hebt is stapel maken. Je ziet hieronder in de strip in Lightroom, ik heb nu één foto geïmporteerd, er staat er één. Vink ik stapel maken niet aan, dan zullen daaronder twee foto's verschijnen. En ik ga er wel een stapel van maken. Dus ik vink dat aan en ik druk op verbeteren. Lightroom gaat aan het rekenen en dat zie je hierboven, hoe ver die is. En je ziet dat hij een verbeterde DNG maakt. Dus mijn RAW-bestand, mijn CR2-bestand. Wordt er bijgemaakt als een DNG-bestand. Het raw formaat van Adobe zelf. En er is niks anders te doen dan dit even af te wachten. Lightroom is inmiddels klaar. En je ziet het resultaat van mijn foto is ruim 10.000 pixels in het vierkant. En je ziet hieronder in de strip dus een tweetje staan. Dat betekent dat er achter deze foto nog een foto zit. Klik op dat tweetje en de stapel ontvouwt zich. Aan de linkerkant de foto met de hoge resolutie en aan de rechterkant mijn originele RAW-foto. Klik ik daarop, zie ik ook weer dat ik een lage resolutie heb. Zoom ik even in 1 op 1 tot op de ogen. Dit is dus mijn oorspronkelijke foto. En dit is wat Lightroom er uiteindelijk zelf van heeft gemaakt in een 1 op 1 vergroting. Wanneer ga je dit nou toepassen? Nou, niet als je op internet bezig bent met dingen. Dus wil je een foto op Facebook gaan posten of doorsturen aan de familie, dan heeft dit weinig zin. Maar wil je nu echt groot gaan afdrukken, dan kan deze verdubbeling van resolutie zeker wel zinvol zijn. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.